Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe speelmerkje in de speelgoedvideo. Vandaag gaan we spelen met deze hele leuke waterbompjes en waterballonnen. En zoals jullie kunnen zien gaan we een experiment doen. En we gaan dat doen met glibberige wolkslijm. En we gaan dus een hele leuke anti-stress emoji maken. Wordt het een succes of zal het falen? Vandaag zullen we kijken. Nou, we hebben hier dus alle waterballonnen en die zal ik dus straks gaan vullen met al deze mooie slijm. Zo, zoals jullie kunnen zien is hij heel glibberig. We hebben hier nog meer slijm. We gaan kijken of het goed werkt. En hij moet er dus uiteindelijk zo uitzien. En als het goed is, hebben we dan een heel leuk emoji stressballetje. Dus dat is zo'n beetje de bedoeling. En we gaan dus kijken of dit zal lukken of dat het niet zal lukken. Maar ik denk dat het wel zal gaan lukken. Dus we zullen eerst beginnen met een... gewoon een waterballonnenzak. En die moeten we natuurlijk vullen met de slijm van onze keuze. Zoals je kan zien past deze waterballon, de gevulde, hij zou als het goed is ook hier doorheen moeten passen. Dus deze is dus nu kapot. Ik pak er even een andere bij. Zo, misschien deze. En blaas hem even op. Zo, dan laten we hem leeglopen. Nou, deze hebben we dus ook al even kapot gemaakt. Misschien lukt het zo. Nou, even kijken. Het is heel lastig om deze hierin te krijgen. Ja, het lukt dus weer niet. In ieder geval hebben we dit kleine stressballetje al. Laten we eens even kijken of we de ander dan... kunnen vullen met slijm. Zo, misschien deze. Even goed openmaken. Zoveel mogelijk slijm proberen te pakken. We beginnen natuurlijk eerst even klein. En dan proberen de slijm er zo in te stoppen. Nou, het is best wel lastig om de slijm erin te krijgen. Zo, misschien lukt die wel zo. Hij is zelf al kapot gegaan. Dus deze gaat niet meer werken. Misschien met deze. Als we het hem al hebben opgeblazen. En hem dan zo open doen. Zo, nu past hier wel omheen. En we kunnen zo de slijm erin krijgen. Het eerste slijm erin. Zo. Deze is alweer kapot gegaan, dus we moeten weer een nieuwe pakken. Dan hebben we hier de waterballon.
en dan stoppen we de slijm er zo in. Zo, dan hebben we hier de slijm erin gedaan. Dan kunnen we nog meer slijm erin doen. Maar in principe is die zo al goed. Dan maken we deze dicht. En dan hebben we hier een slijmwaterballon. En hier kun je dan dus mee spelen als een klein stressballetje. Zo, dan kunnen we verder gaan met deze slijm. Deze Orbeez, kijken of we die in een waterballon kunnen stoppen. Zo, hier hebben we een stuk Orbeez, die rollen we dan in een goede vorm, zodat ze makkelijk in de waterballon passen. Zo, even goed openrekken. Zo, even de Orbeez slijmer heel goed in doen. Dan gaat helemaal niet verder dan dit. Zo, nou dit ziet er best wel lastig uit. Ik heb geen idee of deze er wel in zal gaan. Misschien kan ik het nog met verschillende waterballonnen proberen. Maar het ziet er in ieder geval wel lastig uit. Maar het zou wel mogelijk moeten zijn in ieder geval. Zo, laten we het weer proberen met het waterflesje. En dan hebben we weer een waterballon. Nou, ik denk niet dat de Orbeez erin zullen passen. Ik denk niet dat ze er doorheen zullen gaan. Maar in ieder geval hebben we wel deze hele mooie slijmballon. Dus die is in ieder geval wel gelukt. De slijmballon is dus een succes. En jammer genoeg is de Orbeez slijm niet in de waterballon gegaan. En is dat dus een faal. In ieder geval hebben we er tenminste wel één kunnen maken. En zouden we er ook meer kunnen maken, aangezien we er nu ook al één hebben kunnen maken. In ieder geval voelt het heel lekker aan en is het ook een heel leuk stressbal. Nou jongens, als jullie deze video leuk vonden, like alsjeblieft deze video. Als jullie deze video willen delen met je vrienden, deel deze video dan alsjeblieft met je vrienden. Als jullie willen abonneren op ons kanaal, zou dat heel fijn zijn. En laat commentaar achter in de commentaarbox. En ik zie jullie volgende keer weer terug bij een hele leuke speel met mijn kinderspeelgoedvideo's. Nou jongens, dat was het. Tot de volgende keer.